Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits. Hey, serieus? Ja, gaat je gewoon aan? Ja, nu zijn we heel ver gegaan. Ja. Warrior Code is op zoek naar een sidekick. Ervaring is geen must, maar gewoon liefde voor de vechtsport. Om het team divers te maken, moedigen we vooral vrouwelijke kandidaten aan om te solliciteren. 3 personen worden uitgenodigd voor een screentest hier in de studio. Maak een korte video van maximaal 3 minuten en stuur deze voor 1 oktober 2023 naar warriorcode.com/sidekick. Tot dan! 7 oktober. Jezus. Ja. Ja. Ja, maar het gaat wel snel hoor. Het gaat heel snel. En we zitten nu nog maar op 3 vechters in die toernooi. Ja, Levi Richters vecht dan. Ja, Levi Richters inderdaad. Oké, misschien is dat het laatste wat we moeten bespreken. Volgens mij hebben we al besproken. Maar toch. Hij krijgt wel een tweede kans. Ik vind van wie? Wie krijgt tweede kans? Terpstra. Ik vind van niet. Ja, ik vind ook van niet. Ja, want... Als je eenmaal de kans hebt gehad, moet het klaar zijn. Ja, moet klaar zijn, ja. Er zijn genoeg gegarandeerd, er zijn genoeg mensen. Als Klaasiebat niet erin komt, of Ben Sadiki niet erin komt, dan ga ik me echt afvragen waarom. Had hij dan niet tegen Richters gemoeten? Ja. Of een andere partij ergens anders? Ja. Want nu krijgt Terpstra wel een tweede kans. Waarom? Ik denk eraan, waaraan verdient Terpstra een tweede kans? Waarom verdient hij een tweede kans? Zou dit, als ik... Want waarom... Waarom niet? Wacht even, misschien weet ik het. Wat dan? Er staat geen Nederlander op de kaart. Of vergis ik me nou? Staat er een Nederlander op de kaart? Die er van Nederland uitkomt? Ja. Nee. Ja. Nee, maar dat zal het niet zijn, toch? Nee, maar wacht eens even. Ik denk dat het is. Nee, dat kan niet. Luister. Ik denk werkelijk dat het is. Dat er gewoon een Nederlander gewoon op de taak moet staan. Want we organiseren het hier. We hebben een grote partij die het uit gaat zenden. Vanuit Nederland. Er staat geen Nederlander op de kaart. Jij denkt dat het een inside. Als het Levi Richters of Terpstra is het sowieso een Nederlander die op de kaart staat. Begrijp je? Ja, dat wel. Begrijp je? Het wordt vanuit Nederland uitgezonden. Wie is de grootste partij die het uitzendt? Videoland. Wat voor bedrijf is Videoland? Ja, Nederland. Nee. Ja, maar dat is raar, man. Nee, maar dat moet. In mijn ogen. Nederlanders kijken, of, zij moeten abonnees worden. Ja. Zij zijn de grootste partij naast... Nee, er zijn wel Nederlanders, dat klopt, maar niet die van Nederland uitkomen. Ja, maar dat zal heel raar zijn van Videoland. Als dat uitkomt, wacht even. We gaan niet Videoland in een qua daglicht zetten. Nee, dat is echt een werkgever. We gaan niet Videoland in een qua daglicht zetten. Dat was een glorisch idee. Van mijn contract loopt straks af. Als we Remy niet meer naar Snoopy zitten. Nee, kijk, ik denk niet per se vanuit Videoland, maar gewoon, als je kijkt gewoon naar de grootste partij die het uitzendt, is gewoon Videoland. Ik zeg niet dat zij een vinger in de pap hebben, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, het is ook voor het Nederlands volk, is het mooi als er een Nederlander, althans een vechter die voor Nederland uitkomt, daar staat. Ja. En als je Terpstra tegen Richter zet, is er sowieso een Nederlander. Dan ben je eruit. Dan heb je Nederlanders sowieso in de finale. Maar Terpstra verdient het niet. Nee, maar ik ook niet. Ja. Eerder een Mohamed. Eerder een Dingens, want die had van hem gewonnen. Hoe heet die? Jürgen Dahl. Ja. Die verdient, ja, dus. Ja, hij is van het toernooi, is hij de laatste die het verdient. Die was in de eerste ronde knock-out. Die was in de eerste ronde knock-out. Daarvoor had hij niet gevochten. Mohamed heeft al eerder op Glory en zo gevochten. Ja. Die heeft gewonnen. Dus Mohamed, Glory gevochten. Mohamed, gewonnen van Dude.
Ja, nou, eigenlijk bij mijn standpunt. Terpstra is de laatste die het verdient om eens. Niks persoonlijks naar Terpstra natuurlijk. Nee. Maar de ongezouten mening, het eerlijke, ja, zo hoort het gewoon te zijn. Oké. Nou, maar het zit wat in wat je zegt. Ja, dat toch sowieso een Nederlander, als die twee erom gaan vechten, dat het sowieso een Nederlander wordt. Want in elke toernooi tot nu toe heeft één Nederlander gevochten. Kan dat kloppen? Ja. Nou, nee. Die voor Nederland uitkomt, dat is wat anders. Ja, die voor Nederland uitkomt. Oh ja. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké, maar, dan een andere vraag. Terpstra of Levy? Hoe bedoel je? Wie er gaat winnen? Wie er gaat winnen en wie er gaat winnen en wie hoop je in de finale te zien? Met alle respect voor Terpstra, hoop ik dat Levy erin komt. Jij? Ik acht hem sterker, ik acht hem een betere vechter. En ik acht hem ook omdat hij ook in het verleden toernooi heeft gevochten. Ja. In Glory, gewonnen heeft. Wat zeg ik het? Zeg ik het goed? Ja, gewonnen heeft. Denk ik dat hij beter gepast is in het grote toernooi. Ja? Ik denk ook dat hij beter bij het plaatje past in het toernooi. Ik denk van niet, man. Wat? Ik denk dat... Nee. Of Levy. Ja, man. Sowieso Levy. Ik zat al te kijken met grote ogen. Ja. Wat gaat hij zeggen? Ik denk, hij heeft een slokje op. Een soldaat. Een president. Hey mensen, we gaan hem afsluiten. We kijken natuurlijk door naar de volgende event. En tot ziens weer. Tot de volgende. Blijf subscriben. Blijf ons volgen. En we hebben... ik vergeet helemaal te zeggen. Kijk even naar Warrior Talk. Het nieuw seizoen is begonnen. Kijk op Warrior Code. Daar hebben we Warrior Talk. Mm-hmm. En daar zitten we aan tafel met allerlei toffe gasten. Mariel staat er ook. De sidekick. Nee. Er staat een foutje gemaakt, toch? Maar kijk er even op, want we zoeken ook naar een sidekick bij Warrior Talk. Daar zoeken we nog een sidekick. Dus blijf ons volgen, blijf ons subscriben. Blijf je likes geven, blijf je respect geven ook op de site. Tot de volgende keer, heren. Ciao, bedankt. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits.